Het zal niemand ontgaan zijn dat Marianne Vos het goud pakte tijdens de wegwedstrijd van de Olympische Spelen in Londen. Na een grootse huldiging in Den Bosch en eentje op het Binnenhof is het nu tijd om de Olympisch kampioene te huldigen in haar eigen woongemeente Aalburg. Met mensen die alleen voor Marianne hier zijn. Het is allemaal bijzonder. Natuurlijk als je uit de trein stapt en je ziet dan een hele grote menigte in Den Bosch op het station staan. Dan, dat is immens en echt onwerkelijk bijna. Nou ja, vervolgens... Ga je naar Den Haag, word je daar toegesproken door de minister-president op een heel enthousiaste wijze. Ook bijzonder. Maar zoals vandaag in je eigen regio. Dat voelt als thuis en dat is helemaal geweldig. Want je weet dat hier is meegeleefd, dat iedereen op het puntje van zijn stoel heeft gezeten. Dat mensen die ik gewoon op straat tegenkom in de supermarkt, die lopen hier nu tegen het lijf. Terwijl ik eigenlijk gewoon een van hen ben en gewoon uit de gemeente kom. Verdiend. Het moest gebeuren en ze heeft het gedaan, dus fantastisch toch. Vandaar de queen. Wij zijn gemeente Hoerikum, hè. Het is een paar kilometer rijden, maar toch komen we voor Marianneke. Tuurlijk, is heel mooi. Je moet er heel veel voor doen, maar je moet er ook heel veel voor laten. Kun jij het gevoel beschrijven als je realiseert dat het je gelukt is? Nee, dat is een vraag die heb ik al meegekregen. Natuurlijk wil iedereen delen in dat moment en wil ik het ook het liefst wel beschrijven en kunnen delen met anderen. Maar dat is niet te beschrijven. Ik zou het voor mezelf ook, nu, ik kan het terughalen in mijn gedachten en in mijn herinneringen. Ook als ik het commentaar er weer bij hoor, dan voel ik het moment wel weer. Maar ja, het is zo mooi inderdaad. Dan is al het werk is het waard geweest voor dat moment. Ja, Marianne, wat gaat er door je heen zo als je het over de helikopter, over Aalburg vliegt, over de zeven dorpen? Het is denk ik fantastisch, hè? Ik zat eerder gezegd op Mallorca, maar achter een Nederlandse televisiezender. En ik zat met zweet in de handjes en op het puntje van mijn stoel en die laatste kilometer schreeuwend voor de televisie. Die laatste ultieme oerkreet van haar zo over die meet, ja, dan gaat er wel wat door je heen. Look. You had one shot. Bos. Ongenaakbaar. Na de Olympische Spelen is natuurlijk die regenboogtrui een makkie. Nou, makkie niet, nee. En zeker ook geen vanzelfsprekendheid. Juist misschien wel na de Olympische Spelen. Ze kunnen er een puntje aan zuigen. Marianne helemaal top. Fantastisch, heb je niet wat. Het is zo. Thank you.